de man zoeken. Dat houdt in dus dat, dat je op een bepaald persoon inspeelt. Ja. En dat er dan een andere man weer ingeschakeld wordt. Dat noemen ze dan de derde man. Dat weet jij wel? Nou, dat weten wij wel, ja. Jullie waren hem een keer kwijt, hebben we Ajax, hè? Ja, we zijn hem een periode kwijt geweest en toen liep het ook niet. Toen hebben we extra hard moeten trainen om die derde man weer te zoeken. Ja. Maak jij genoeg acties? Dat heet ook zo, hè? Acties, ja. Acties maken, ja. Dat heette vroeger een man passeren, hè? Ja, nu ook nog wel, maar we geven er een ander woord vaak aan. We hebben ook de neutrale man, hebben we ook nu. Ja? Dus de bal neutraal maken, dat is, hebben we heel veel op getraind. Dat wil zeggen dat, dat je op een gegeven ogenblik vanuit een situatie waar zeg maar op je gejaagd wordt, dat je de bal in een vrije ruimte speelt waar een neutrale man staat. In veel gevallen is dat Koeman. En die heeft dan weer de tijd om, om het spel weer... Dus die is dan neutraal? Die noemen wij dan neutraal, ja. Oh, ja. Dat kan je nu goed, de bal neutraal maken? Dat is meer een elftal taak, ja. Ploegtaak, ja. Ploegtaak, ja. Dat is ook weer zoiets. Jij speelt nooit met de punt naar achteren, of wel? Nee, ja. Of je moet op het middenveld staan, ja. Hè. Ik speel een beetje terughangend, noem het een beetje hangend, hè. Oh, jij bent de hangende spits? Hangend op links, ja. Hangend op links? Ja, een beetje aanvallend linker middenvelder. Oh, dat. Of hangend links buiten. Ja, ja. Zo heet jij nu? Ja, dat is ongeveer de term die voor die plek wordt gebruikt, ja. Maar het is nogal wat, hè, al die term, hè? Ja, je moet er tegenwoordig een aardige woordenboek bijhalen. Wil je het allemaal gaan begrijpen? Kun je het nog wel volgen? Jawel. Ja? Ja. Schrijf het steeds op en dan schrijf je de betekenis op. Het is 's avonds gewoon op de kamer steeds herhalen met je slaapie. En dan overhoor je elkaar eigenlijk. En dan... moet je het in de wedstrijd, moet je het begrijpen. Ja. Die tactische besprekingen, ja, dat zullen inderdaad wel... Ja, dat is natuurlijk waar het om gaat, hè. Dat het hele elftal begrijpt waar het om, wat ermee bedoeld wordt. Wat is er na de rust gezegd tegen Rusland? Wat zei hij toen? Wat waren de termen die veel vielen? Dat er te weinig diepte. Zat er weinig diepte in? Ja, nou was het moeilijk tegen die Russen omdat die laatste man er veel achter speelde. Wat er ook, er werd geen, het gevecht werd niet geleverd in de 16. Oh. Dat was, en het was ook al zo, dus er kwamen veel ballen eigenlijk, werden erin ingebracht, maar de echte, het echte gevaar, of de uitvallende ballen, die waren voor de Russen meer. Heet dat uitvallende ballen? Ja, dus de ballen die weg worden gekopt, of weg worden geschopt. Goed. Dat heet de uitvallende bal.